In een tocht van 6 dagen zeil en vaar ik vanuit Andijk een rondje langs Vlieland en Texel. Onderweg bezoek ik Kreupel, Hinderlopen, Makkum, Harlingen, Vlieland, Texel en Den Oever. In dit deel 2 vaar ik van Makkum via Harlingen naar Vlieland. Ochtend in Makkum. En dan vertrek ik via deze baggerende schepen. En ik laat Makkum achter me. En dan kom ik bij Kornwerderzand met de bunkers van de stelling van de Afsluitdijk. Ik was al eens in het Kazematenmuseum en daar heb ik nog wat foto's van. Hier hielden de Nederlanders langstand tegen de Duitsers met steun van de kanonneerboot Johan Maurits van Nassau. De sluis die gaat pas om 9 uur draaien, dus ik moet even geduld hebben. Kwartiertje nog. Op naar het wat. Ze gaan hier blijkbaar ook een keersluis bouwen. Die is al behoorlijk ver. En ik ben op het wat. Lang naar uitgezien. Alleen ik moet nu even motoren tot Harlingen. Harlingen. Ik ga je niet aanleggen, maar ik heb van de winter wel beelden gemaakt en die zal ik hierna laten zien. Harlingen was en is nog steeds een van de belangrijkste zeehavens van Nederland. Uit de namen van de pakhuizen kun je afleiden waar ooit handel mee gedreven werd. Ik trof hier ook de windhond waarmee Willem Barents een mislukte poging deed om de route naar Azië om de Noord te zeilen. Het bovenste deel van de mast staat er inmiddels gelukkig ook op. Je kunt hier ook moderne schepen treffen zoals dit offshore supportschip met een ampelwanbrug waarmee zelfs met hoge golven mensen overgezet kunnen worden bij een windmolen of een platform. Verder natuurlijk veel veerboten hier, maar deze verwacht je hier niet. Maar deze wel. Een mooi stadhuis mag altijd in de film. In de haven trof ik dit dodaasje. We zeilen. Eindelijk. Dan komt dit coastertje uit 1951 mij achterop. Het is in Foxhol gebouwd en iemand uit Urk heeft het opgeknapt als varend erfgoed. En we zijn er dus, langs de Pollendam. Ja, die zie je daar rechts. Kijk
Kijk, dit is de afsnijroute via de gele tonnetjes. En die tonnetjes die zie je daar. Dan komt de Willem Barends me tegemoet die een boel aanloopproblemen heeft gehad. Kom goed, ik. Noord-Nederland. In de verte Vlieland. Daar moet ik naartoe. Vlieland komt dichterbij en ik heb alvast het grootzeil naar beneden gehaald omdat aftuigen in de vliesloot met wind in de rug gedoe geeft. Ja, dit is een beetje een onrustig zeetje hier. Dat heeft met ondiepte te maken onder andere en ook stroom tegen wind. Als er maar genoeg wind staat, kan je hier met een klein zeiltje binnenkomen varen. Geen probleem. Er staat wel heel veel stroom natuurlijk. Maar dat zeiltje toch dood. Gaat niet hard. Jan de Pierenman heeft een nieuwe boot en ik kwam hem in het bos tegen met ook al een nieuw hondje. Vanuit het havenrestaurant heb je dit uitzicht. De Vlieland komt binnen. En daar heeft hij aangelegd. Ook de Noord-Nederland legt hij soms aan. Bij de veerstijger staat dit standbeeld van de Vlielandse ontdekkingsreiziger Willem de Vlaming. Ook naar hem is een veerboot genoemd. Ik heb wat rondgekeken en zag dat de vuurtoren mooi rood weer uit de stijgers is gekomen. In het dorp tref je dit houtsnijwerk met lepelaars en die zit in de video voor mijn vrouw die dol is op lepelaars. Slauwerhof had een nauwe band met Vlieland en kreeg deze gevelsteen. Heel lang woonde en werkte er op Vlieland loodsen. Niet voor niets staat er dus in het wapen van Vlieland een zwarte loodsboot. In 1860 kreeg Vlieland een loodsstation van het Rijk dat inmiddels is opgeheven. Het gebouw heb ik niet kunnen vinden. Dit is het in ieder geval niet, maar ik heb wel de loodswoning uit 1911 gevonden.
Ik wist dat het interieur van de kerk vanuit een maritiem oogpunt interessant is en wilde dat wel eens bekijken. De kosteres bleek bereid om mij buiten de normale bezoekerstijden in de kerk rond te leiden. Deze kaken van de Groenlandse walvis werden uit armoede gebruikt als grafsteen. En dit staat erop. In de kerk is naast aangevoerd materiaal ook juthout gebruikt, zoals bij deze pilaren die zijn gemaakt van masten. Hier preekte dominee Van Heuven, die tijdens een preek ooit na een melding van een stranding de gemeente heel even geduld moest vragen, zodat ze allemaal tegelijk naar het strand konden. Ook staan er mooie scheepsmodellen. Deze kroonluchter zou geschonken zijn door Michiel de Ruiter. Er zit onder andere een schildje op van de koning van Zweden, waarmee de Ruiter blijkbaar een goede relatie had. 'S Avonds ga ik nog even door de duinen naar het strand. Daar tref ik deze paraglider die gebruik maakt van de wind die tegen de duinen opstijgt. Om te voorkomen dat Vlieland wegspoelt, liggen hier heel veel van deze strandhoofden. Zo een zag ik niet eerder. Het lijkt wel of er schotten in hebben gezeten. Dan valt de avond. En dat was het weer.